Leek een stuk sterker dan de concurrentie, voelde je ook zo? Ja, eigenlijk wel. Om eerlijk te zijn, het voelde goed. Ik had het gevoel dat ik elke initiatief had in de rallies. Stap je dichter bij Ahoy via dit weekend? Heb je daar überhaupt iets te zoeken aan het Zuidplein? Ja, goed wat je zegt, je bent weer een stapje dichterbij, sowieso. Je zit daar straks bij de beste 8. En ik ga me gewoon proberen gewoon goed voor te bereiden. Supporters al waar je op kunt rekenen in Rotterdam straks? Nou ja, het is grappig dat je bijvoorbeeld via social media dat je een beetje mensen op de hoogte houdt. Die met mensen zeggen van, nou ja, weet je, als je doorkomt, dan zullen we kaartjes reserveren. En dan nemen we vrij, weet je wel. Dus dat vind ik wel een leuk idee natuurlijk. Dat is een droom die je vroeger altijd had.